Leuk dat je kijkt naar deze speciale editie van de Vierdaagse Feesten. Dit jaar geen feesten, helaas niet met een biertje flaneren over dit perron hierheen richting de stad en daar verder feesten. Nee, dit jaar hebben we iets bijzonders. Nou, tenminste, de Stichting Vierdaagse Feesten heeft iets bijzonders, namelijk de City Game. De stadsgame, en die kun je zelf spelen om toch een beetje dat Vierdaagse gevoel te krijgen. En je kunt dingen winnen, dat is hartstikke leuk. Imke, je hebt de telefoon met de site erop. Dus inderdaad. Wat is de site? Vierdaagsefeesten.nl/citygame, dacht ik. Daar kun je hem zelf ook spelen. En we gaan nu ook zelf even kijken hoe het werkt, want ja, dat weten we zelf eigenlijk ook niet. Inderdaad, want het is eigenlijk aan de hand van clues en hints los je de Vierdaagse Feesten City Games Quest, oftewel raadsels over de Vierdaagse Feesten in de stad of een specifieke locatie in de stad, los je eigenlijk op. En nu krijgen we de eerste vraag. En de eerste vraag staat eigenlijk, er staat A, B, C, D, E, F, G, H. Puntje, puntje, puntje. J, K, L. Dus we missen? De I. De I. Ja. Inderdaad. Goed zo. En dan staat er dus bij, waar mist deze letter? Veel reizigers passeren deze plek. Wat denken wij? Wij denken het station. Dus we zijn even heel erg nonchalant met de auto richting het station alvast gereden. Maar nu is natuurlijk de vraag, klopt dat? En dat kunnen we zien door middel van de QR-code. Je kunt met je telefoon dan scannen. En dan krijg je dus de volgende opdracht of een vraag. Dat is voor ons ook weer de vraag. Maar we gaan even hierachter kijken of het klopt of we ergens een QR-code kunnen vinden. Dus laten we dat vooral even gaan doen. QR-code zoeken. Yes. Let's go! We hebben nu het hele station afgezocht. We hebben het niet kunnen vinden. We kunnen het niet vinden. Nee. En dan hebben we dus nog storing of vragen. Bel dit nummer. Of het is eigenlijk WhatsApp. We kunnen wel even een WhatsAppje sturen inderdaad. En dan kijken we wel even of die reageert binnen nu. We zijn op het station. Station. Hoe moeten we de City Game beginnen? Ja, maar we zijn nu op het station. Ja, nee, dit is niet de bedoeling. Hij is nog aan het typen. Kleine hint, is niet ver weg van waar jullie nu zijn. Oké, we gaan gewoon nog even doorzoeken, want we zitten dus goed. Let's go. Ja, maar... Nee, we lopen gewoon een rondje. Dit is het raadsel. We zijn deze game begonnen, Mikael. We kunnen het niet makkelijker maken. De eerste aanwijzing, we hebben hem gevonden. Daar is hem. Oké. Scan City Quest. Je hebt 100 punten. Rust zacht. Huh? Mister van Wouw 2312 1527. Is weer zo'n moeilijk vraag. Wacht, rust zacht? Rust zacht. Zal ik even googlen op Mister van Wouw en dan misschien dat. Hallo? Ben je bezig met de City Game? Ja. Wat leuk. Ik ga jullie niet helpen met het raadsel natuurlijk. Ik ga jullie wel checken of het lukt. Ja. Ik kan jullie wel zeggen waar jullie naartoe moeten, maar dan is het hele fun eraf natuurlijk. We hebben net met jou geappt. Ja. Oh, ja. daarom kom ik dus ook even verloren. Oké. Okay. Van Wouw was de zoon van een klokkengieter. Hij werd in 1474 als poorter van 's-Hertogenbosch ingeschreven. In 1477 ging hij in samenwerkingsverband met de bossengieter Gobbel. Maar waar zit hij dan nu in? Als je hem snel hebt, inderdaad een beetje googelen, dan zie je de locatie waar hij wordt herinnerd. Oh, ja. Oké. Okay. Dat is misschien wel een tip te geven. Oké. Hartstikke veel succes. Yes, dankjewel. Dank je, doei doei. Ja, de trappen tussen het Stevenskerkhof en de Stikkenheestraat in Nijmegen kregen in 2016 de naam Geert van Wouwtrappen. Oh, dan gaan we naar de Geert van Wouwtrappen. We gaan naar de Geert van Wouwtrappen. We zijn ook helemaal niet bedoeld dat ze iedere keer de auto pakken. Je moet gewoon wandelen natuurlijk. Ja. En wij doen cheaten. Eigenlijk mag dat niet. Oké, ik denk dus dat het hier ergens moet zijn. Want het zijn die... Er zijn trappen tussen de Stikkenhezelstraat en de Sint-Stevenstoren in. Ja, precies. Ja, hier is het. Yay. Oh, eindelijk. Oké, scannen. Ja, dus... Ja, hij heeft hem. Je hebt 200 punten onder de brug, boven het zand. Waha. Back to the island. Wow, ja, back to the island. Zeker. We're going to Ibiza. Wow. Back to the island. Nou, dat is onder de Waalbrug. Ik denk onder de Waalbrug, waar altijd... hoor je dat? Ding is. De kaai, of? De kaai! Tuurlijk. Back to the island. Back to the island. Onder de brug, boven het zand. Waha.
Dat moet de kaai zijn. Nou, dan pakken we weer de auto, gaan we lekker naar de kaai. Let's go! Ga maar met ons mee. Ja, volgens mij zie ik daar wel een bordje. Ja, want je hangt inderdaad ook een bordje. Ik ben beter aan het worden. Ik ben beter in topvorm aan het komen. Ja, jij bent een beetje een dieseltje, zeggen ze dan, hè? Wil jij weten hoe de City Game afloopt? Dan zul je toch echt zelf de Nijmeegse binnenstad in moeten. Naast de vragen zijn er ook nog bonus quests. Extra vragen waarmee je extra punten kunt verdienen. Matrix Live aan de Kade. Welke artiest veroorzaakte hier 2 jaar geleden een officieel gemeten aardbeving? Snollebollekes. Zeker. Ja, 260 punten. Nou, lekker Hachaka. Bezig, lekker bezig. Volgende locatie. Ja. Nog een bonus quest. Yes. Hey, wat vond je ervan? Ik vond het best wel leuk. Ik bedoel, het kost wel veel tijd. Je hebt wel de hele dag bij je wel zoet hiermee. Ja, ik denk wel voor de volgende keer wel lekker een picknickmand meenemen. Of lekker tussendoor nog een keertje bij de kaai, lekker wat drinken. Ja. Daar moet je wel de tijd voor nemen. Ja, je kunt het gewoon met heel veel mensen doen. Ik bedoel, die borden hangen door de hele stad heen. Iedere dag weer andere vragen, dat is wel zo. We hebben de 6 vragen van vandaag hebben wij gehad. Wij gaan voor een aantal prijzen. Jij gaat voor de overnachting Incredible, hoorde ik net al. Absoluut. En jij gaat voor de sokken? Ik ga voor de Vierdaagse sokken. Die lijken heel tof om te hebben. Die kun je ook winnen. Vierdaagsefeesten.nl/citygame. Daar kun je hem op spelen. Iedere dag andere vragen. En je kunt ook toffe prijzen dus winnen. Voor ons zit het erop. Dus ik ben heel benieuwd of wij iets gewonnen hebben. Wil je het spel nou zelf spelen? We gaan niet alle locaties verraden. Dat zou veel te makkelijk zijn. Ga het dan doen in de stad. De website die ik net zei, komt hieronder ook nog eventjes in beeld. Vierdaagsefeesten.nl/citygame. Voor ons zit er dus op. Heel veel succes! Succes! Doei doei!